super. Mijn allermooiste afzicht, zoals de Jerkfest. Custom made. Voor de filmindustrie. Het heeft mij 1000 euro gekost. Dit trek je aan. En dan word je eigenlijk weggetrokken alsof er een explosie is. Dus hier zit je aan vast. En daar zit ik in en dan word ik weggetrokken. Of ik moet over een auto heen springen, want de auto komt op me af. Dan moet ik eroverheen. Ja, je hebt wel eens dat er monsters in de film zitten. Die pak je op en die smijt je zo weg tegen de muur aan. Dus voor de serie Krypton. Het houdt me veilig. En het zit gewoon gegoten. Dus super chill. Mijn zuurste afschrift was dat ik mijn auto eigenlijk in de prak heb gereden. En dat heeft mij 5000 euro gekost. Ik was onderweg naar de set van Wonder Woman. Nou ja, ik reed dus. Mijn auto, de voorligger, die stopt wel. Ik zag dat dus niet. Ik klapte de voor bovenop en de hele voorkant lag dus aan de binnenkant van mijn auto, zowat. Maar er zit nog een zoet randje aan. De stuntcoördinator gaf aan van jongens, er zijn 15 stuntmannen gehuurd, maar er moeten 12 mogen niet langskomen. Maar ik mocht wel, omdat ik mijn auto naar de klap heb. Omdat ik mijn auto in de prak heb gereden. Dus ik mocht wel blijven. En het heeft me dus uiteindelijk meer opgeleverd dan gekost. Mijn gekste afschrift was 1500 euro voor een summercamp in Amerika om saltos te leren. Toen heb ik daar op de grond geslapen voor een week lang op de turnvloer. Stinken en saltos gemaakt. Geweldige ervaring. En de jongens die ik daar heb ontmoet doen de grootste films in Amerika. Avengers nu bijvoorbeeld, die nu uit is. En daar heb ik mee mogen trainen. En nu, doordat zij dat hebben gedaan, ben ik nu ook eigen stuntman. Dus super vet. Nou, je kan niet bedenken, maar dat heb ik. Als geld geen rol zou spelen, ik zou denk ik een huis kopen. Voor mij en dan ook voor mijn zoon alvast. En misschien een Bugatti Veyron of een Chiroc. Maar dat is dan een beetje extra. Maar dat zou ik echt alleen maar kopen als ik zeg maar alles al heb. Eigenlijk komt het dus niet dat ik een Bugatti Chiroc wil hebben. Ja.